مدے لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. Dames en luisteraars, van harte goedenavond en welkom tot deze woensdagsaflevering van gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pirkans Kel A Jorkel. Dit is de uitzending voor woensdag 22 juli 2020. Kel A Jorkel wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname en is nu te beluisteren via de RBN radiofrequentie RP The Hot One 89.7 FM. Deze uitzending is ook live te zien via YouTube. Daarvoor gaat u naar de YouTube-source. U slaat in RBN Suriname. Deze uitzending is ook live te zien via Facebook. Daarvoor gaat u naar de Facebook-kanaal van Alpha Televisie. U volgt Alpha Channel Suriname Facebook. Online is deze uitzending ook te beluisteren via de website van Dagblad Suriname. Daarvoor gaat u naar dbsuriname.com. En landelijk te zien in ons eigen land is Rashid Pirkans Kel A Jorkel te zien via Alpha Televisie kanaal 5.2. Mijn naam is Farid Pirkan, ik ben uw presentator voor gisteren, vandaag en morgen en zeg tegen u allemaal assalamu alaikum. Laat me mijn dierbare plicht vervullen door alle mensen te condoleren die een geliefde of iemand in de familie heeft verloren. Ik wil u allemaal veel sterkte toewensen in deze voor u zeer moeilijke en droevige dagen. De mensen die ziek zijn wens ik van harte beterschap toe. En de felicitaties in de richting van alle mensen die er vandaag jarig zijn. Laat me vandaag enkele mensen feliciteren die bij mij bekend zijn, die er vandaag jarig zijn op deze woensdagavond van 22 juli. Roy Bikari is er vandaag jarig. Roy, een mooie avond aan jou toegewenst en vooral goede gezondheid. Ook Rashudija Groep is er vandaag jarig. Ze is woonachtig in Nederland. Heeft een hele poos ook haar bijdrage geleverd, jaren geleden bij RP The Hot One. En ze is er vandaag jarig en ze is woonachtig in Nederland. Verricht haar radiowerkzaamheden ook nog in freelance voor Radio Ujala in Amsterdam. Ook moet ik feliciteren Joyce Nadira Ram Kaloub Ahmed Ali. Die is er vandaag ook jarig, ook woonachtig in Nederland. De volgende mensen wil ik alvast een goede voorbereiding toewensen voor hun jaardag voor vrijdag 24 juli. Anand Zetal en Duncan Junker. Mocht u vandaag jarig zijn, dames en heren, wens ik u alsnog ook een mooie avond toe. En de mensen die hun jaardag moeten voorbereiden, een goede voorbereiding naar jullie jaardag toe. Vandaag wil ik ook in het bijzonder feliciteren iemand heel bijzonder dicht bij mijn hart. En dat is mijn eigen dochter. Ambarine Maliha Pirkan. Ze is niet jarig, maar ze is wel geslaagd. En ze is nu momenteel in Suriname. En ze bracht een mooi geschenk mee bij haar terugkomst door mij te vertellen, of ons te vertellen, dat ze afgestudeerd is aan de Vrije Universiteit van Amsterdam in Nederland. En mijn dochter is geworden Master of Science in Business Administration, with a specialization in international management. En dat maakt ons uiteraard als familie zeer trots dat ze dat heeft gehaald. Het is een heel lange, ingewikkelde studie voor haar geweest. Maar ze heeft het afgemaakt, ze heeft het geheim gehouden, althans voor mij, een pakweg 2 weken lang. Dat heeft ze mij gisteren verteld dat het is gebeurd. En dat was een heel mooie, aangename verrassing. Uiteraard hoop ik dat ze ook een goede carrière tegemoet gaat in haar eigen leven. In al datgene wat ze wil gaan doen, zal ik haar uiteraard gaan ondersteunen, evenals haar moeder en haar broer Verdien en haar jongere zus. Malika wordt eveneens ook gefeliciteerd namens haar daddy. Dat is mijn moeder Indrawati Pirkan Soumer. En ook eveneens wordt Ambarine gefeliciteerd namens haar nana en haar nanny. Dat is Mansour Abdurrahman en Mavis Abdurrahman Liwapau. Dat is een mooie dag, dus beter kon het niet zijn voor ons. We gaan vandaag uiteraard u als kijker en luisteraar ook de gelegenheid geven om in te bellen in deze uitzending, om met ons uw mening te delen over al datgene wat u wilt vertellen. En u kent de rules en regulations van Rashid Pirkans Kel A Jorkel. Het is een simpele regeling. U mag uw mening ventileren, wees u netjes.
Doe precies hoe u tot uw beste per mensen in uw omgeving praat. Beledig geen mensen, beschuldig ook geen mensen waarvan de bewijzen niet er zijn. Maar u mag uw mening wel geven van hoe u de ontwikkelingen volgt in ons eigen land en vooral ook internationaal. De internationale olieprijzen voor u vandaag. De olieprijs noteert $44.25 voor een vat olie. En de goudprijs noteert $1,868 en 18 cent voor een troy ounce. Wat internationaal nieuws voor u. De VS bestellen voor 2 miljard potentiële coronavirusvaccin. De Amerikaanse regering heeft voor 2 miljard doses van een potentieel coronavaccin van de farmabedrijven Pfizer besteld. De voorwaarde is dat het middel wel wordt goedgekeurd. Het dragen van een mondkapje vond Donald Trump, de Amerikaanse president, eerder nog politiek correct. Nu tweet Trump dat het dragen van een mondkapje patriotisch is. Hij was voorheen geen voorstander ervan. Maar u weet dat het helemaal ook escaleert wat het virus aangaat in de Verenigde Staten van Amerika. 85% Europese bedrijven in Japan getroffen door reisverbod coronasituatie in Hongkong. Het heeft zich sinds de uitbraak van de pandemie. Wat de vliegtuigen, de luchtvaartmaatschappij aangaat, u weet dat bijna alle airlines geground zijn door het virus. Vele landen hebben hun luchtruim nog gesloten. Maar een viertal grote luchtvaartmaatschappijen dringt er bij de Europese en Amerikaanse leiders op aan het transatlantisch luchtverkeer weer te hervatten. In een open brief roepen ze de autoriteiten in Brussel en Washington op om passagiers gezamenlijk te testen op het coronavirus. De brief gericht aan de Amerikaanse vicepresident Mike Pence, Eurocommissaris John Johansson voor Binnenlandse Zaken en de Britse luchtvaartminister is ondertekend door de CEO's van het moederbedrijf van British Airways en Iberia, eveneens door United Airlines, American Airlines en Lufthansa. U kunt begrijpen dat deze gigantische luchtvaartmaatschappijen enorme grote verliezen leiden. Honderden, zo je wilt, duizenden vliegtuigen zijn nu geground vanwege het feit dat ze gewoon niet kunnen vliegen. Het coronavirus heerst over de hele wereld. De landen nemen geen risico om mensen toe te laten of mensen zomaar toe te laten. Zo in ons eigen land is het luchtruim van ons nog gesloten. Alleen incidenteel krijgen luchtvaartmaatschappijen toestemming van onze autoriteiten om ons luchtruim te betreden. En dat is begrijpelijk, omdat wij ook niet wensen dat derden van buitenuit het virus brengen naar ons land. De Verenigde Staten hebben China opgedragen zijn consulaat in Houston, Texas, binnen 3 dagen te sluiten. Wegens de schending van het Amerikaanse intellectuele eigendomsrecht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigt de Volksrepubliek van massale illegale spionage en beïnvloeding in de VS tegen Amerikaanse ambtenaren en burgers. Iets wat de voorbije jaren enkel zou zijn toegenomen. We gaan direct de telefoonlijnen voor u opengooien en ik verwelkom uw mening in Kalajorkal. U kent het nummer, het is 532037. De mensen die naar de televisie kijken zien dat op hun beeldscherm. Voor de mensen die naar de radio luisteren, het is 532037. Ik doe een verzoek hierbij aan u, dat in geval u wenst deel te nemen aan deze uitzending, en u bent natuurlijk allemaal van harte welkom, doe ik het verzoek aan u om uw radio of uw televisie, de volume daarvan heel zacht te doen, want anders krijgen we bij de gesprekken in de uitzending een echotoon dat erg lastig is voor mensen die kijken en of luisteren naar deze uitzending. De afgelopen zaterdag heb ik een mededeling gedaan dat wij de dagen en de tijden van Kalajorkal zouden gaan wijzigen per augustus. Dat gaat nu niet door. Een van de redenen waarom het niet doorgaat, omdat toen ik die bekendmaking deed, hebben enkele mensen hun mening gegeven dat ze het niet wenselijk achten dat ik de tijden als de dagen ook wijzig van Kalajorkal, vanwege het feit dat ze de dagen heel goed vinden, de woensdagavond en de zaterdagochtend. En ik kreeg ook een heleboel verzoeken binnen op mijn Facebookpagina om dat niet te doen. Dus uiteraard moet je naar je mensen luisteren, je kijkers en je luisteraars, moet je in acht nemen van datgene wat ze te zeggen hebben over deze uitzending. En vandaar dat ik dan ook meega met de meningen van de mensen
En de dagen en de tijden van Kul-Ajur-Kul worden bij deze niet gewijzigd. We houden het op de woensdagavond, zoals deze. En we houden het op de zaterdagochtend om 10 uur. De meningen waren van die aard dat mensen vinden van 1 in de avond en 1 in de ochtend. Dat is geplaatst. Mensen kunnen kiezen voor de avonduren. Maar ook heb je andere mensen die vinden van kijk in de ochtenduren. De zaterdag komt hun goed uit om allerhande redenen. Dus de uitzendingen blijven ongewijzigd op de woensdag en op de zaterdagochtend. Goedenavond, u bent in de uitzending. Dit is Kul-Ajur-Kul. Goedenavond, meneer Pierkan. U spreekt daar de heer Gerold. Ja, meneer Gerold. Ik heb een vraag. Ja, meneer. Kunt u ons uitleggen, u bent zelf ook minister geweest, wat die regeling, die exitregeling, voor ministers inhoudt van wat betreft die auto's? Want ik begrijp die regeling niet zo goed dat de auto van binnen een jaar van $20,000 kan dalen voor die minister, speciaal voor die minister, naar 20.000 SRD. Dus hoe, want hij, die minister zegt ook, het is niet zijn regeling, het is een regeling die voor alle ministers geldt. Dus doordat u ook minister bent geweest, vraag ik u om ons uit te leggen, wat staat er in die regeling? En hoe komt het dat die wagens zo snel, zo goedkoop kunnen worden, speciaal voor die minister? Wat staat er in die regeling? Dank u wel, meneer. Oké, dank u wel. Ik vind het nog heel fijn dat na bijna 22 jaar mensen nog weten dat ik eens minister ben geweest. Ik vind het heel fijn dat u dat weet. Ik ken de exacte regeling niet, maar wat ik wel nog weet, is dat er iets is waarbij ministers die gediend hebben als eerste in aanmerking komen om die voertuig, een dienstvoertuig, want je moet weten, een ministersvoertuig is een dienstvoertuig door de staat aangeschaft voor werkzaamheden. Dat de ministers gebruik mogen maken van de regeling dat zij na hun aftreden zo'n voertuig over mogen kopen. Wel is het zo gesteld dat er een taxatie, een eerlijke taxatie moet komen op de afschrijfwaarde van zo'n voertuig. Je zou moeten kopen op de reële afschrijfwaarde van een voertuig. Dus bij wijze van spreken, als een voertuig $60,000 heeft gekost en je hebt hem een jaar gereden en je wil het daarna kopen omdat je weggaat om allerhande eigen redenen, dan kan het nimmer zo zijn dat zo'n voertuig een waarde heeft van 20 SRD, want de reële afschrijfwaarde kan nooit 20 SRD zijn. Dus de taxateur, de staatstaxateur, moet de reële waarde, afschrijfwaarde geven en op grond daarvan zou je hem kunnen overnemen. Dus het is belangrijk wie de taxateur is geweest om te weten op grond waarvan zo'n bedrag aangegeven is als taxatiewaarde. Als taxatiewaarde, want je mag me echt geloven, een voertuig van $60,000 in 1 jaar schrijf je hoogwaarschijnlijk echt niet af tot 20.000 SRD. Dat weten we allemaal. Uw eigen voertuig weet u ook wat uw afschrijfwaarde is van uw voertuig en zo moet de staat zich ook gedragen. Dus het is belangrijk om te weten op grond waarvan, als dat waar is, hoe die taxateur komt aan die taxatiewaarde. En hoe verre die taxateur, en ik neem aan dat het dan een staatstaxateur is geweest, die niet aangesproken moet worden hoe hij eraan komt. Want als die taxateur een verkeerde waarde heeft aangegeven als afschrijfwaarde, moet deze taxateur ook aangesproken worden. En mogelijk moet er onderzoek komen bij deze taxateur of hij niet bewust een lagere waarde heeft aangegeven, zodat iemand er erg goedkoop vanaf komt. Maar derhalve ben ik andere mening toegedaan, omdat tijden veranderen en daarvoor moet je andere modaliteiten kiezen voor dienstvoertuigen. Maar daarop kom ik straks op terug. U bent in de uitzending. Ja, goedenavond, tot de heer Wilfred. Meneer Wilfred. Ja, goedenavond, meneer Pierkan. Ten aanzien hè, van de auto's van de minister, die ze als eerste zouden moeten, als eerste aanmerking komen aan te schaffen als ze aftreden, is het misschien niet, zou de overheid niet goed aan doen dat ze de leverancier de taxatiewaarde laten bepalen? Dat was het, dank u wel. Inderdaad, het zijn modaliteiten. De leverancier kent die waarde. Er zijn standaard boekhoudsystemen, we hoeven geen rocket science te doen.
Er zijn standaard boekhoudmodellen hoe je een auto afschrijft. En die boekhoudmodellen moeten gewoon gebruik maken. Dus we hoeven niet speciaal naar een superaccountant of een dealer te gaan om te weten hoe schrijf ik nou een waarde precies af. Maar derhalve bij dienstvoertuigen ben ik een andere mening toegedaan. Tijden veranderen. En als tijden veranderen moet je ook proberen anders te denken. Die overheid moet geen voertuigen meer kopen. Die overheid moet geen voertuigen meer kopen. Want als je een voertuig koopt, je betaalt cash, is die voertuig van jouw verantwoordelijkheid. Dat betekent service, onderhoud, maintenance, whatever bijkomt voor zo'n voertuig. Dat is de kosten van de staat. Die overheid moet naar het model gaan om auto's te leasen. Wat betekent dat? Je maakt een openbare inschrijving, je houdt een openbare inschrijving en je laat uitsluitend dealers meedoen, gecertificeerde dealers van voertuigen meedoen om te participeren, om aan die inschrijving mee te doen van de voertuigen die jij wenst en tegen welk bedrag je ook voertuigen wenst aan te schaffen of zo je wilt te leasen. En dan moet die overheid het leasen. Wat is een leasemodel? Een leasemodel is, in feite is het een huurmodel. Maar de verantwoordelijkheid voor onderhoud, et cetera, dat is voor die dealer. En mocht er iets gebeuren met die auto, dan krijg je de volgende dag een andere auto. De US government, Amerikaanse overheid, leest auto's, die koopt geen auto's. En wanneer je die auto dan hebt geleased in dit model, dan kunnen we niet meer zeggen, omdat je minister bent, mag jij die auto kopen. Want die auto is gewoon niet van de staat, die auto is een leaseauto. Want de minister komt zonder een auto en hij moet ook naar huis zonder een auto kunnen. Dus men moet overgaan naar het leasemodel, het leasen van een auto, zo je wil, in plaats van het kopen van een auto. U bent in de uitzending. Goedenavond. Ja. Goedenavond, meneer Pirgan. Ik sluit me aan bij de eerste beller ten aanzien van de auto's die heel goedkoop van de vorige regering zijn heel goedkoop verkocht aan bepaalde mensen. Het lijkt aan de gewoon aan Sinterklaas een spelletje, want de auto's worden zo duur gekocht en daarna weer zo goedkoop verkocht, terwijl wij zitten heel diep in het dal wat het financieel gedeelte betreft. Dus ik weet niet of een regeling is, ja, dat weet ik niet. Dan u was eens ook minister, dat weet ik, u zal het beter weten, en de voorgaande regering ook, ja. Maar vind ik dat de huidige regering, ja, moet nagaan wat de regel is. En kijk, een auto, nieuwe auto, wordt niet veel gereden, ja. Een minister gaat van het werk naar huis en dergelijke. Dus hooguit wordt misschien 50.000 kilometer gereden. Terwijl een normale burger een nieuwe auto houdt zeker 15 jaar lang bezig. Waarom kan een minister niet voor de tweede termijn een auto doorgaan om te gebruiken? Dus ik zou het zeggen dat de huidige regering moet nu een regeling gaan maken dat een nieuwe auto wordt, zoals andere zaken, wordt overgedragen aan de staat, aan de nieuwe regering. Precies zo ook alle attributen en alles moet ook overgedragen moet worden aan een nieuwe regering. En die zal maar verder weten wat gaat hij verder doen. Dus dat was mijn bijdrage, meneer Pirgan. Correct. En wens ik verder een fijne avond toe. Correct. U hebt gelijk, er zijn modellen. En dit is een model wat staatseigendom is, blijft staatseigendom. Een dienstauto is eigendom van de staat. Dus de staat kan zeggen van, hey, ik verkoop het niet. Ik sta het niet toe dat het doorverkocht mag worden. Je bent gekomen als aandrager zonder een auto. En je gaat ook weg zonder een voertuig. Dus, en dat blijft het eigendom van de staat. Die overheid kan dan diezelfde voertuig gebruiken voor andere doeleinden, zover die auto nog intact is, in goede takt is. En als die auto, wij van spreken, niet in goede takt is of whatever, moet die overheid een openbare veiling houden. Je houdt een openbare veiling waarbij iedere burger kan meedoen aan een veiling om die voertuigen af te kopen, bij wijze van spreken. Maar dat zijn modellen. Het is van de staat en het blijft van de staat. Het tweede model is wat ik zeg, lease die auto's en dan heb je geen onderhoudsproblemen ook, hè. Je hebt geen onderhoudsproblemen. Goedenavond. U bent in de uitzending.
Goedenavond, ex-minister van Buitenlandse Zaken. Goedenavond, meneer. Meneer Pirkan. Meneer. Hoe geschiedde de... Kijk, als minister van Buitenlandse Zaken, hoe geschieden de leningen in het buitenland? Maar wat voor leningen? Kijk, hoe is eigenlijk de minister die we nu hebben, afspraken gaat maken met Amerika, geloof ik, Pompeo en Holland en India en al die landen die ons misschien wat centjes kunnen lenen. Hoe gebeurt dat alles? Hoe gebeurt dat allemaal? Dank u wel. Oké, kijk, het is een nieuwe regering en die huidige minister, die nieuwe minister, Albert Ramdien, is een zeer ervaren persoon, laat me u dat wel zeggen. En als er een minister waarmee ik content ben, dat het de juiste minister is, dan is het Albert Ramdien. Omdat Albert Ramdien heeft heel veel internationale ervaringen, heel veel. En daar tippen weinig mensen aan. Albert Ramdien heeft als enige Surinamer, houdt u dat vast, als enige Surinamer ooit in de geschiedenis van ons land de hoogste positie in onze regio bereikt. Hij was assistent secretary general of the Organization of American States. En hij is tot 2 maal toe assistent secretaris-generaal geweest van de OAS. En niemand heeft ooit deze hoge functie gehaald in ons land. Dus het is een zeer ervaren persoon. Houdt u dat wel vast. Dus ik ga ervan uit dat Albert, wat buitenlandse zaken aangaat, een hele goede job zal kunnen doen. Hij kent de wereld, hij kent de regio, hij kent de diplomatieke diensten, hij kent de diplomatieke betrekkingen, hij kent de diplomatie hier goed, heel goed. Dus ik verwacht sowieso dat Albert het goed gaat doen. Maar op uw vraag terugkomen, het hangt ervan af met wat voor lening het aangaat. De minister van Buitenlandse Zaken sluit geen leningen. Houdt u dat vast. De minister van Buitenlandse Zaken kan de contacten vastleggen. Maar de minister van Buitenlandse Zaken op zichzelf, die is niet bevoegd leningen te sluiten. De bevoegdheid voor het sluiten van leningen ligt bij de minister van Financiën en niet bij de minister van Buitenlandse Zaken. Dus meneer Ramdien kan de politieke betrekkingen versterken, bij wijze van spreken met Nederland. Hij gaat dan ook, neem aan, met Nederland politiek overleg voeren. Dat gaat hij sowieso doen. En binnen het politiek overleg gaan er wat afspraken gemaakt worden. Wat voor afspraken weet ik niet, want ze zijn nog niet zo ver. Maar mocht er sprake zijn dat er eventueel financiële ondersteuning zou komen hierbij, dan gaat de minister van Financiën betrokken moeten worden in het geheel. Omdat je kan een land niet verbinden met financiële consequenties en de minister van Financiën is er niet bij. De minister van Financiën gaat er altijd bij zijn. En op basis van die overeenkomsten, dan gaat de minister van Financiën deze overeenkomsten tekenen. Maar het is wel wat dat stukje aangaat, dat de minister van Buitenlandse Zaken wel de voortouw inneemt om die relatie te versoepelen. Met andere woorden, als er sprake is geweest van verstoorde relatie. Dus dat gaat hij doen. Maar het tekenen van overeenkomsten, van financiële overeenkomsten, dat zit niet bij de minister van BUSA. Dat zit bij Financiën. Maar hij gaat wel, bij wijze van spreken, zeggen van kijk, dit zijn de randvoorwaarden waarmee we overleg kunnen plegen. Hierover willen we graag praten. De counterpart gaat zeggen prima. En dan komt er agenda uitrollen. En uit die agenda die eruit rolt, dan komen er gesprekken. En het hoeven niet alleen gesprekken te zijn dat over geld gaat. Want wij denken altijd dat het altijd over geld gaat. Het gaat niet alleen over geld. Die zaken die ook besproken worden zijn zaken van institutionele versterking, culturele versterking, versterking op sportgebied, versterking ter bestrijding van drugs, versterking voor milieuondersteuning. Dus dat gaat niet alleen om geld. Er zijn een heleboel facetten waarover je met een land kan gaan praten, maar wanneer het op geld aankomt, dan komt de MINFIN erbij. U bent in de uitzending. Goedenavond. Ja. Goedenavond, meneer Veergang. Goedenavond. Ik wilde maar heel weinig zeggen. En toch inhoudelijk of veel. Ik zeg één ding. Een mens wordt geboren met karakter. De eigen ik. En er zijn regelgevingen die in wetten zijn vastgesteld
door de overheid om mensen in het gareel te houden. Wanneer jij als gaande machthebber zelfs computers waarmee anderen moeten werken toestaat dat er gestolen wordt, nu weer waarop mensen zouden moeten zitten, gestolen is geworden, dan is er geen zijde handdoek om die mensen aan te pakken. Maar ze moeten met de harde hand aangepakt worden. De minister toen de tijd van LVV is een crimineel. Vanaf... Maar even voorzichtig, wanneer u zegt dat iemand een crimineel is, u moet omzichtig gaan met uw bewoordingen, maar ik weet waar u naartoe wil. Dat ik dat zeg, maar er zijn momenten geweest dat die man zelf directeur was van AZ en geen verantwoording kon wilde geven aangaande gelden die het ziekenhuis, de zieke mens, recht op had. Meneer de going minister van BUSA, Binnenlandse Zaken, die moet mij niet komen vertellen dat hij niet eens wist dat de cultuurtuin een zekere waarde heeft. Hij is een man die gezegd heeft, we gaan armoede bestrijden. Hij creëert het moment met zijn toenmalige baas. Meneer Pierkan, ik hoop dat de zittende regering echt deze mensen met de harde hand aanpakt. Want we hebben vertrouwen aan hun gegeven. En laten zij het niet beschamen. Oké. Is dank goed. Dank u wel. Dit is Rashid Pierkans Kalajorkal. Kijkt u, de huidige regering onder leiding van president Chan Santokhi, het is eigenlijk Chandrika Persat, maar we noemen hem Chan Santokhi, omdat hij bekend staat als Chan Santokhi, persoonlijk uit veel liefde ook, in plaats van Bouterse Bouta zei, maar het was Bouterse natuurlijk, die neemt de regering over na 10 jaar. En wanneer je na 10 jaar iets overneemt, moet er een complete inventarisatie gehouden worden op alle departementen, op alle instituten van wat neem je over. Ik heb het al eerder in deze uitzending gezegd, dat wanneer men overneemt, men gewoon de protocollen tekent van overdracht en de uitgaande minister die huppelt verder naar huis. Verder is er geen sprake van overdracht van het dossier in de zin van, kijk, dit is mijn inventarisatielijst van mijn departement en dit krijg jij van mij. Dit heb ik gehad en dit draag ik aan jou over. Die regeling is er niet. En daarvoor moeten nu, deze regering heeft een enorme uitdaging de komende jaren om deze zaken vast te stellen, al dan inmiddels regelgeving, dat alles van een departement geïnventariseerd wordt, gelist wordt en derhalve protocollen worden vastgelegd van wat heb ik en wat draag ik over aan mijn eventuele volgende ambtsdrager. Oké, prima, even slip op de tong, kan gebeuren. Dus het is heel moeilijk, dus vandaar dat men, ik verwacht dat men de komende maanden, het gaat niet in een week gebeuren, complete inventarisatie gaat moeten houden van hoeveel stoelen, hoeveel tafels, hoeveel bureaus, hoeveel airco's, hoeveel computers. Het is net je huis, hè. Je moet een inventarisatielijst hebben. Het is net je eigen huis. En dat gaan ze moeten maken. En daaruit gaat dan komen van wat heb ik nu precies in handen. En dat gaat een hele poos duren. Wat het kabinet aangaat van die president, dat president Santokhi heeft gezegd, ja, ik kwam daar en er waren geen computers. Kijk, de verantwoordelijke op het kabinet op dat moment
is de directeur van het kabinet. En die is verantwoordelijk voor de administratie van het kabinet. Dus als het personeel eventueel, wat ik niet weet, is weggehuppeld met spullen, waarvan men het vermoeden heeft, is weggehuppeld met spullen, dan is de verantwoordelijkheid van de administratie van het kabinet op dat moment bij de directeur van het kabinet. Want hij voert de administratie. Niemand anders. De administrateur moet aangesproken worden. Jij bent verantwoordelijk geweest. Die mensen waren daar onder jouw beheer. Waar zijn mijn tafelstoelen en mijn potloden en mijn pennen? Zo werkt het in een normale, geordende samenleving. U bent in de uitzending. Goedenavond. Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, broeder Rashid. Waalaikum salam. Ik wilde even wat informeren. Ik weet niet als ik het juist heb, maar de voertuigen die door de overheid worden gekocht, die moeten gebruikt worden om diensten te verrichten. Niet om privé gevalletjes te behandelen. Dus bijvoorbeeld, je gaat er naar Cola Cree, je gaat er naar Apura, dat mag niet. Het is zuiver alleen maar voor de dienst. En nu mijn andere vraag. De voertuigen die gekocht worden voor de ministers, zijn dat ook dienstvoertuigen? Dan begrijpt u waar ik naartoe wil hebben. Als het een dienstvoertuig is, dan is het niet van jou. Dan is het voor de staat. Okay. En de staat moet bepalen wat er niet gebeurt. Oké. Okay. Dat wilde ik alleen maar. Dank u wel. Hoogwaarschijnlijk hebt u laat aangezet. Het kan gebeuren dat mensen iets wat later aanschaan. Ik heb het al gezegd. Een minister die een voertuig gebruikt, dat is een dienstvoertuig. Dus wanneer de staat het heeft gekocht, is het niet van meneer X zijn privégeld. Het is van jouw geld, van jouw belastingsgeld. Dus het is van de staat. Het is ook wel zo dat als een minister zijn eigen auto's, zijn privéauto's inzet, dan krijgt hij huurgeld uitgekeerd voor zijn privéauto. Want dan is het zijn eigen auto. Zijn eigen auto die hij ter beschikking stelt voor de staat. En in ruil daarvoor betaalt de staat hem huurpenningen voor zo'n voertuig. Is net wanneer je een auto huurt bij een car rental. Dan betaal je die car rental huurgelden voor het huren van een voertuig. Dus het kan ook zijn dat je, wanneer je privévoertuig ter beschikking stelt, dat je dan huurpenningen wel voor terugkrijgt. Maar het is wel jouw auto en de onderhoud en alles eromheen. Dat is voor jouw verantwoordelijkheid. Maar in de meeste gevallen, bijna in alle gevallen, zijn het dienstauto's van de staat. Goedenavond, u bent in de uitzending. Ja, goedenavond meneer Pierkan. Ik spreek met Dirk. Ja. Ja, Dirk. Ik wil maar één vraag stellen. Ik wilde weten waar het originele ambtsketen is van de president. Dat niet afgestaan is. Aan onze nieuwe president. Oké, dank u wel. Ik heb het de vorige keer ook al behandeld. Laat me even kijken of ik de aantekeningen nog hier heb van de vorige keer. Want het kan zijn dat u een aflevering hebt gemist. Mensen hebben zich afgevraagd waarom bij de inauguratie Santokki niet de ambtsketen heeft gekregen. Of opgehangen heeft gekregen. Maar een sjerp opgehangen heeft gekregen. Die ambtsketen die wij kennen, die president Venetiaan had, want mensen wijzen die foto van Venetiaan, ja, wat is die keten? Het is afgeschaft. Het is niet meer in gebruik. Dus ik ga er gevoeglijk van uit, als het niet in gebruik is, omdat het is afgeschaft in het jaar 2014, let wel, in 2014 is het afgeschaft bij wet. Het is bij wet afgeschaft, niet mondeling. Dan moet het in het bezit zijn van het kabinet van de president. Het moet ergens daar zijn. Daar moet het zijn. Het kan niet bij iemand thuis zijn, want het is nog steeds staatsbezit, weliswaar niet in gebruik. Op 30 april is het bij wet afgeschaft. Dus verhalen die mensen zeggen,
van ja, Bouter zou willen die Amstketen niet dragen aan Santoki. Dat hij allerlei reden. Dat zijn kletsverhalen. Die Amstketen is afgeschaft. In de plaats daarvoor is die Sjerp gekomen. En die Amstketen was in gebruik van 1977 tot het jaar 2013. 24 november 2013 was dat de laatste keer dat het in gebruik was. En op 30 april 2014 is het afgeschaft. En daarvoor is de Sjerp in de plaats gekomen. En daarom hebt u gezien dat Santoki in de plaats van de Amstketen heeft een Sjerp gekregen. Dus ik hoop dat u daarmee nu wel beter geïnformeerd bent. En als waar die Amstketen moet zijn, het moet in het bezit zijn van het kabinet van de president. Omdat het staatseigendom is. Daarvan ga ik uit. U bent in de uitzending. Goedenavond. Goedenavond, meneer Farid. Goedenavond. Een vraagje, hè? De dienstvoertuigen die zijn gekocht voor de nieuwe minister, zijn ze huur in de huur of heeft de staat ze gekocht? Want mijn vraag is dan, als de regering wil bezuinigen, waarom zijn die voertuigen van de vorige minister dan niet afgestaan aan deze nieuwe minister? Dat is mijn vraag. Oké. Ik weet niet, ik ben niet bekend of deze nieuwe regering nieuwe voertuigen heeft gekocht. Dat weet ik niet. Ik ga ervan uit dat ze wel niet lopen. Ze huppelen niet. Dus ik moet dat nog even vragen. Zijn het huurvoertuigen of zijn het aangeschafte, gekochte voertuigen? Maar ik weet wel dat als iemand zegt ik wil een dienstvoertuig kopen, waarop men zich beroept, die overheid altijd kan zeggen, ik wil het niet verkopen. Je bent staat, hè? Je bent staat. Het is een aanbod die je krijgt, want een minister, een ex-minister, is niet verplicht omdat hij een voertuig heeft gereden het over te nemen. Hij is niet verplicht. Het is een aanbod dat er is, maar die overheid kan ook zeggen, ik wil die voertuigen niet verkopen. Simpel als dat. Want die minister kan ook zeggen, ik wil het niet kopen. Ik ga naar huis, want ik heb mijn eigen auto thuis. Ik had mijn eigen auto's thuis. Begrijpt u wat ik bedoel? Je hoeft het niet te kopen. Want er is geen verplichting dat je het koopt. En die overheid kan ook in de ruil zeggen, ik wil het niet verkopen. Punt uit. Dus ik zou zeggen van, ik wil het niet verkopen. Breng die auto's terug. Breng die auto's terug. Ik ben straks weer terug met meer Kalajorkel. Tot straks. Dames en heren luisteraars, welkom terug tot deze aflevering van gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pirkan, Skala Jorkel. Mijn naam is Farid Pirkan. Ik presenteer deze aflevering. Ik had eerder bekendgemaakt afgelopen zaterdag dat ik de zenddagen en de zendtijden zou wijzigen van Skala Jorkel. Ik kan u bij deze berichten dat het ongewijzigd blijft. Ik kreeg wat reacties van burgers in die uitzending zelf. En ook op mijn Facebook kreeg ik reacties waarbij men de mening was toegedaan dat ik de dagen niet moet wijzigen. En dan moet je luisteren naar mensen. En ik heb geluisterd naar de mensen. Dus de uitzenddagen van Kal Aantorkel blijven ongewijzigd. En die blijven op de woensdagavond zoals vanavond. En dan houden we één overdag via RBN, kanaal 5.1. En die is altijd op de zaterdag. Dus de zenddagen en de zendtijden die gaan niet gewijzigd worden. We doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. Ik kan u vertellen, deze nieuwe regering is pas 3 dagen aan het werk. Formeel 3 dagen. Tegen maandag is zijn eerste werkdag. Vandaag is woensdag. En ik begrijp dat veel mensen daden willen zien, wonderen willen zien. Dat gaat niet gebeuren. Die regering heeft wat zuurstof nodig. Ze hebben zuurstof nodig, want ze nemen een government na 10 jaar over. Dan moet u nagaan, als u iets na 10 jaar overneemt, hebt u ruimte nodig om in te werken en ook om te weten van wat neem ik eigenlijk precies over. Dus u moet ze zuurstof geven. Maar na die fase van zuurstof, ja, dat kunt u wel vragen. Die honeymoon is voorbij. Wat gaat er nu gebeuren, hè? U bent in de uitzending. Goedenavond. Goedenavond, meneer Pirkan. Goedenavond, luisteraars en kijkers. Goedenavond. Meneer Pirkan, u hebt ooit gezeten in de regering als minister. Waarom ik dit stel? Ik wil vragen, hoe lang duurt het om al die statiefoto's van de vorige president uit alle locaties te verwijderen en die foto's van de nieuwe president te plaatsen? Hebt u enig idee? Als u meer dat is wat ik wilde vragen. Oké, dank u wel. Kijkt u, er moet een formele staatsfoto komen, staatsportret moet er komen.
van die president. En als die er is, is het de verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken om er zorg voor te dragen dat die nieuwe foto's geplaatst worden op de locaties waar ze moeten zijn. Het is de taak van de minister van Binnenlandse Zaken. Niet iedere minister kan gaan rennen van, hé, ik heb een foto van Tjaan in mijn portemonnee, dus hij gaat hangen. Nee, het werkt niet zo. Je hebt een formele staatsportret, een staatsfoto die gemaakt wordt, en die gestandardiseerde foto gooi je overal moeten zien. En dat is de taak van de minister van Binnenlandse Zaken. Mijn afwachting daarvan, laten we zeggen de minister van Binnenlandse Zaken is nog niet zo ver om zoveel staatsportretten in lijsten te hebben, wat kan, want het is pas de derde dag, want u weet de inauguratie was donderdag, de beëdiging was vrijdag en dan kreeg je een weekend ertussendoor, de eerste werkdag was maandag, kan je wel in afwachting daarvan al die oude foto's van de gewezen president weghalen. Je kan hem weghalen, dan krijg je een blanco spot op de locatie, in afwachting van die nieuwe. Maar het is de taak van de minister van Binnenlandse Zaken om daarvoor zorg te dragen. Maar als de mensen zeggen, het is er nog niet, dan zouden de instituten en of de parastatalen die een foto hebben van de gewezen president, kunnen in afwachting van die nieuwe, die oude weghalen. Dan krijg je een blanco spot. Dat kunnen ze uit zichzelf wel doen. We doen het live, Paramaribo, woensdagavond. Rashid Pirkans Kala Jorkal, president Santokhi, die ga ik positief ondersteunen. Laat me dat goed zeggen. Niet kritisch, maar positief. Wat betekent positief ondersteunen? Positief ondersteunen betekent dat als ik een opmerking heb, of u een opmerking hebt, we kunnen opmerkingen hebben, dat mag altijd, want daardoor kunnen we vooruit gaan, moeten we wel alternatieve mogelijkheden en oplossingen kunnen aanbieden. Dat is positief ondersteunen. Dus dat ga ik doen. Dan weet u dat ook. U bent in de uitzending. Goedenavond. Goedenavond, meneer Pirkan. Ik spreek tot de heer Jan. Meneer Jan. Ten aanzien van de diersvoertuigen met betrekking tot de minister, heb ik een aanvulling dat het ook gaat om directeuren, diensthoofden, korpschefs, etc. Dus we moeten één van mij eerder dan mij gebeld heeft aangespeeld, Kogla Kreek en de andere. Maar die dienstwoordvoertuigen worden gebruikt voor alle andere privézaken. Jagen, vissen, feesten en alles. En dat wordt allemaal betaald door onze belastingbetalers. Het moet één keer een finale stop eraan komen. Ik heb gezien, in Nederland gaan ministers op de fiets. En hier in Suriname hebben al deze mensen hun eigen privévoertuigen. Waarom kan dat niet gebruikt worden? Terwijl ze een hele goede salaris hebben. Oké, dank u wel. Ik weet waar u naartoe wil. Kijk, wat er moet gaan gebeuren is dat ik dacht dat het jaren geleden, jaren 70 of daar ergens, het was er eens, toen ik klein was, zag ik ze altijd. Alle dienstvoertuigen, met uitzondering van voertuigen voor veiligheidsdiensten, moeten voorzien worden van een duidelijke identification plate dat het van de staat is. Bij sommige voertuigen zie je het nog. Je ziet een dienstkentekenplaat, een soort blauwe plaat zie je. Maar je ziet het niet bij allemaal. Dus het moet een standaardisering worden. Het moet vastgelegd worden dat er geen uitzondering mag zijn. Dat alle auto's van de staat, ongeacht wie het gebruikt voor staatsdoeleinden. Moeten het nou ministers zijn? Zijn het directeuren? Zijn het onderdirecteuren? Zijn het mensen van whatever, whoever? Het moet voorzien zijn van een staatskenteken. Met uitzondering van die jongens en die meisjes die voor in de veiligheidsdiensten werken. Want die moeten onopgemerkt hun werkzaamheden kunnen doen. U bent in de uitzending. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja. We moeten al die foto's van de president echt weghalen en brengen weg naar zee. Kijk, dat gaan we niet doen, toch? Kijk, ik bedoel... Nee. Nee, mevrouw, ik weet waar u naartoe wil.
Maar het is een gewezen president, of u nou van hem hebt gehouden of niet. Maar u moet wel weten, 65.000 mensen houden nog van hem. Want die hebben wel voor hem gestemd. Maar ik weet waar u naartoe wil. Maar kijk, hij heeft ons land, kijk maar hoe arm we zijn geworden. Ik begrijp u. 10 jaar. Maar ik weet waar u naartoe wilde. Want als je me zegt waar naar zee weet, ik wat je gaat zeggen. Nee, maar kijk, als je weer gaat zien, ga je toch weer denken daar aan. Je gaat kijken wat hij met ons land heeft gedaan. Is goed. Tja. Samdila. Tja. Kijk. Ik begrijp de gevoelens, maar het is een gewezen president die volgens velen rampzalig beleid heeft gevoerd, want daarom heeft hij verloren, daarom heeft hij ook verloren, maar het blijft een gewezen president, oké? Okay? Of je het nou ervan houdt of niet van houdt. Maar zo, hij gaat ook altijd aangesproken worden als een president, want president Venetiaan blijft president Venetiaan, hè? Oké? Okay? En dan mag je ook je opmerkingen hebben die je wil hebben. Dus we hebben problemen, of u hebt problemen met het beleid die hij heeft gevoerd. Dat kan. U bent in de uitzending. Goedenavond. Ja, goedenavond, meneer Pierkan. Alvast gefeliciteerd met de nieuwe nivering. Maar waarover gaat het? Ik praat meestal over schoolvervoer. De president heeft gezegd, iedereen gaat recht hebben voor schoolvervoer. Maar hoe is het de schoolvervoer geregeld in Paramaribo? Die districten hebben schoolvervoer. En kijk, afgelopen dit ex-president heeft toen de schoolvervoer via NL-bussen gebruikt. Ik hoop dat meester, hoe heet het, mevrouw Matura, dat de Sofie, die dienstbus, die legerbussen, de legerbussen zijn in het leven voor legerdiensten en niet diensten uitvoeren voor de rest van de diensten. Als ik aan mij dus maar men misbruikt de legerbussen, voorgaande meester hebben gedaan van onderwijs. Ik weet niet als van de dit keer ook dat gedaan zal worden. Dus dat wil ik u meedelen. En via uw mede nog een beroep doen. Ik ben toevallig een bushouder, daarop zeg ik. Want kijk, wij kijken uit van schoolvervoer. Dus waardoor iedereen doet beroep aan de ouders te gaan registreren om de dure slag te voorkomen van die. Dus dat was mijn bijdrage. Graag uw medewerking. Is goed, dank u wel. Zover ik weet, president Santokki, Chan Santokki, heeft inderdaad tijdens de verkiezingen gezegd dat schoolvervoer gratis zal zijn voor alle schoolkinderen. En wanneer hij zegt schoolkinderen, dan ga ik ervan uit, alle schoolkinderen op ons grondgebied. Alle schoolkinderen. Maar na 3 dagen regering, dat begrijpt u ook, moet u de ruimte geven dat ze het idee dat ze hebben geponeerd kunnen uitwerken in een plan. En dat gaat de minister van Onderwijs moeten doen. Want schoolvervoer valt onder het ministerie van Onderwijs onder leiding van mevrouw Marie Levens. Het is wel altijd zo geweest dat voor grote delen van kinderen, en vooral districtskinderen, schoolvervoer altijd gratis is geweest. Altijd gratis is geweest. Nu wat erbij gaat komen, zijn niet alleen kinderen van de districten, maar het gaat dan om kinderen van ook Paramaribo en Wanica. Dus het gaat dan om alle schoolkinderen. Dus daarvoor gaan ze dat moeten uitwerken, dat alle kinderen toegang hebben. Maar het is 3 dagen government. I can understand it. Iedereen wil het morgen weten. Maar schoolvervoer is altijd gratis geweest voor districtskinderen. En in andere gevallen bij kinderen in het binnenland gaat het om bootvervoer. Het gaat niet alleen om voertuigenvervoer, het gaat ook om bootvervoer. Maar als we nou zeggen, alle kinderen, geef ze ruimte om het uit te werken, want ze moeten die belofte wel nakomen en dan moeten ze wel komen uitleggen hoe zal dat geschieden. U bent in de uitzending. Goedenavond.
Ja, ja. Bent u er nog? Oké. Okay. Die verbinding is eruit. Iedereen heeft de afgelopen week gepraat over cultuurtuinlaan. Cultuur wordt bekend als cultuur waarbij gebieden verkaveld zijn geworden. Gebieden die vielen onder erfgoed, bos-erfgoed van ons land. Het blijkt dat het verkaveld is geworden. Ik begrijp dat ex-minister Noor Salim van Binnenlandse Zaken is komen uitleggen dat het al zaken zijn die in de planning was. Hij heeft alleen getekend. Dat is kolder. Je zou zeggen waarom het kolder is. Je hebt twee verantwoordelijkheden in je leven. Als minister, twee. Je hebt een collectieve verantwoordelijkheid. Dat betekent in een regering. En je hebt een persoonlijke verantwoordelijkheid. Wat is die collectieve verantwoordelijkheid? Die collectieve verantwoordelijkheid is alles goed zit, doe je het samen. Maar als jij gevoelsmatig als minister vindt en voelt dat het niet kan, dan moet je het niet tekenen. Dus wat Noor Salim zegt, het was alleen planning en ik heb het alleen maar getekend. Dat is je reinste kolder, want jouw individuele verantwoordelijkheid zegt jou dat het niet kan en dat je het niet moest doen. Dus is rotzooi wat hij zegt, dat zeg ik u. Is rotzooi wat hij zegt. Hij moet mogelijk vervolgd worden voor een criminele daad als je niet oppast. Want als je weet dat Palmetuin niet verkaveld mag worden, bij wijze van spreken. Ik noem maar een extreem voorbeeld. Palmetuin op onafhankelijkheidsplein en iemand heeft kaarten voor je gemaakt. En je weet dat het onafhankelijkheidsplein, waar blijft jouw persoonlijke verantwoordelijkheid? Waar blijft dan je persoonlijke verantwoordelijkheid? Zeg, hé, maar dit kan ik niet tekenen. Dus, Noor Salim, Gewan Brekjara. Je bent in de uitzending, goedenavond. Hey meneer Farid, goedenavond. Goedenavond. Meneer Farid, ik wil dat u nu alles lieve luisteraars even duidelijk maakt. In de vorige regering beslist één persoon alleen. Die minister Suare Isabito. Ik moet wachten op antwoord. En hier is een president die alles heeft op zijn plaats bij de ministers. De ministers beslissen. Dus als u die mensen even doorgeeft dat het is die afdeling die minister gaat beslissen. Niet de president gaat beslissen. Meneer Charlie viel te doen. Correct. Correct. Kijk, wij zijn, die man heeft inderdaad gelijk. We zijn 10 jaar gewend dat alles in een dictatoriale vorm werd uitgevoerd. Met andere woorden, ging het om een basiskaart, dat was het Bouterse. Ging het om een schoolboek, dat was het Bouterse. Ging het om schoolgevoer, daar renden we naar Bouterse. Maar zo werkt een staat niet. Dus u moet nou weten, na 10 jaar gaan we over moeten gaan naar hoe een staat gerund moet worden. De ministers hebben een eigen persoonlijke verantwoordelijkheid. Dus u gaat niet voor schoolvervoer gaan naar president Santokki. President Santokki heeft het overall plan, hij zet het uit en de minister moet het uitvoeren. En dan moet u daarvoor naar de minister gaan. En dan moet de minister het doen. Zo gaat het zijn. De minister moet dan ook verantwoording afleggen in het parlement. Wat je vroeger had, dat de ministers geen verantwoording gingen afleggen. Die minister moet verantwoordelijkheid afleggen in het parlement. En die president doet overall thing. Overall. Anders heb je geen ministers nodig, toch? Dan kan de president zeggen, ik heb geen ministers nodig, benoem maar staatssecretarissen. En ja, dat doe ik alles wel vanuit het kabinet. Dus we moeten weer gaan wennen dat het de ministers zijn die verantwoordelijk zijn voor een departement. Want ze hebben een departement onder zich. En daaruit is er een beleidsplan. Daaruit gaat er straks rollen, een ontwikkelingsplan gaat er straks rollen. Er gaan beleidsnota eruit rollen. Er gaat een ontwikkelingsplan eruit rollen. En dat gaan ze moeten uitvoeren. En die president is overal. Hij is dan vanuit zijn kabinet met zijn mannen. En die monitoren, die monitoren. Die monitoren die tory. Begrijpt u? Maar we gaan niet voor een buskaartje meer moeten naar een president. Want dat betekent, als we dat doen, betekent de minister die het moet uitvoeren, die faalt in zijn taken. Daarom is het adviseerbaar dat in normaal denken dat de mensen zijn ingehuurd om hun werk te doen, maar ze moeten ook gefired worden als ze hun werk niet goed doen. Zo simpel als dat. Maar je moet ze allemaal zuurstof geven. Everybody, give them some time. Ze moeten nog even inkomen. Je bent in de uitzending. Goedendag. Ja, goedenavond. Goedenavond. Momentje, volgens mij is het een beetje geluid dubbel op. Ja,
Nee, ik wou ten aanzien van het feit dat men de materialen heeft meegenomen die bij het kabinet van de president zaten. Eigenlijk hebben ze, de ambtenaren zijn er niet van bewust dat ze eigenlijk de president, in dit geval is natuurlijk hier, de kaart in de hand gespeeld hebben om eigenlijk het ambtenaarapparaat te saneren. Want ik neem aan dat als het als jij dingen hebt meegenomen die eigenlijk die verduisterd zijn van de staat, dat staat in het ambtenarenreglement staat een onherroepelijk ontslag. Dus ze staan er niet van, ze zijn er niet van bewust dat ze eigenlijk een handje hebben geholpen aan de president om het ambtenarenapparaat dat al zo groot is om te saneren. Ik heb ook nog eventjes gevolgd met betrekking tot andere afdelingen waar er dingen ook misstanden zijn ontstaan. Mijn vraag eigenlijk is, nou moet ik direct stellen, is wat gaat eigenlijk de nieuwe regering, misschien is het een premature vraag, wat zal de nieuwe regering doen om het ambtenarenapparaat te saneren? Want we hebben een veel te grote, veel te logge ambtenarenapparaat. En ik ben benieuwd, je kan het op vele manieren doen, je kan het op een natuurlijke afvloeiing doen. Maar je kan ook bij wijze van zorgen dat je iedereen die moet komen werken, want er zijn heel wat ambtenaren die ook heel wat neven. Volgens mij zitten volgens mij een deel van die Suriname. En ze zitten nog op de payroll of zo. Dus ik hoop dat ik ben benieuwd wat deze regering zal doen om de ambtenaren, om het ambtenarenapparaat te saneren. Zodat het effectiever kan functioneren, zodat we minder geld, meer geld overhouden om andere dingen aan te pakken. En ik kijk er naar uit. Ik hoop dat dat zal gebeuren, want het is. Is dat al lang geroepen worden, maar niemand durfde dat. En als ik nu ook bekijk dat er op de valreep, en dan vraag je me af, wat voor mensen zijn dat, dat je op de valreep nog een CLO, een overeenkomst gaat tekenen met de CLO, om de salaris met 50%, om de ambtenaren 50% loonsverhoging te krijgen. Dat betekent dat je toch, ja, het is gewoon een criminele daad, noem ik dat gewoon. Want je weet dat er geld niet is. En dat teken je nog zoiets. Gelukkig heb ik begrepen of ik heb gelezen dat het nog niet gepubliceerd is. Dus ik hoop dat dit makkelijk terug te draaien is. Maar dat wil ik even aanhalen. Dank u. Prima, prima. Dank u wel. Ik ben geen government. Maar ik kan u wel mijn denkbeeld geven. Kijk, wat het saneren aangaat, niemand durft het. Maar u moet ook rekening houden. Kijk, je kan geen mensen overnight op straat zetten. Want mensen brengen ook brood op tafel. Het is inderdaad een criminele daad wat u zegt. Inderdaad, daar ondersteun ik u ook in. Dat mensen op de valreep, hebben ze ook veel mensen in dienst genomen die niet nodig waren. Die gewoon, ik word ook gebeld door mensen, ik kon niet zeggen veel mensen, die mij gewoon vertellen dat sommige mensen komen, er zijn geen stoelen en tafels. Ze hebben letterlijk geen stoelen en tafels. Zoveel mensen zijn op de valreep op de aparte departementen in dienst genomen. Dat is een criminele daad van mensen die dat hebben gedaan om de nieuwe regering op te zadelen met nog een overschot. Er gaat een saneringsplan moeten komen, maar het gaat in fase en in tijd en in een goed plan uitgezet moeten worden, want je kan geen mensen broodeloos maken. Ik ben ook geen voorstander ervan om mensen broodeloos te maken, maar je kan ook afvloeingsmodellen regelingen brengen. Je kan modellen in kaart brengen van een 18 maanden regeling. Ik kan me herinneren, was er eentje vroeger, ik weet niet of het nog intact is, maar ik kan zeggen, jongens, kijk, ik ga uit die overheid. Maar ik betaal je 18 maanden met al je voorzieningen, maar daarna is er basta. Jij komt daar nooit meer terug. Dat zijn modellen. Het is alleen maar creatief denken hoe je dat wil zijn. Maar zoals u ook al zei, de mensen die zaken hebben ontvreemd van die overheid, ik zou die mensen ontslaan. Ik zou gebruik maken van die ambtenarenregeling, die ambtenarenwet, regelgeving, om daarvan gebruik te maken. En te zeggen, hey, kijk jongens, je weet bliksems goed. Wat niet van jou is, kan je niet meenemen, toch? Wat niet van je is normal human common sense. Het heeft niks te maken met die overheid. Het heeft niks te maken met je directeur van het departement. Het is niet van jou. Je kan het niet meenemen. Dat moet je gewoon gevoelsmatig weten dat het niet kan. Maar je hebt gezegd, inderdaad, die mensen kunnen gebruik maken van het moment dat men zegt, oké, je hebt een ontvreemding gedaan van staatseigendommen en ik maak gebruik van die regelingen die er zijn en ik groet je bij deze en ik bedank je vriendelijk. Dit is Kala Jorkel. Je bent in uitzending. Goedenavond, kijkers. Goedenavond, meneer Pierkan. Mijn vriend, even één vraag. Jij bent één van mijn favoriete mensen in mijn uitzending al jaren. Wat is je naam? Want ik herken je stem. Ja, want ik heb je gezegd, je bent internationaal bekend, toch? Niet tegen je, toch? Junanga Assisa? Meneer Pierkan, neem me niet in de maling. Nee, maar wat is je voornaam? Geef me je voornaam. Ik ben een ras echte Abaraborotje. Oké, dat is Sabi, want dat ik ben verteerd. Ik ben
sab you since you deb ching you bel op de na balkon un no be saka ka gorong you na re safi bel a lok tu okay appa fi be da gorong ya foto prima prima ma gi ma forna mon mi aba fo ande mai ax mi na gorong tapu su ma namang Fenlo Fenlo okay Mr. Fenlo okay welcome in kal ajor kal Mr. Fornam is Roy okay Roy yes Roy wan lu kuno te mi guadoro con doro sei condre wan lo mai Archimidoro et deba wa o mu vivede ana stati ana Holland na avede ana fare carte in fare assembly let ana PVD ama bende mi o mu vede PVD alet ai bedina okay Ja. Maar anyway, de mas, maar you popi mora omu, dat mi kan tegen. Maar duko, you omu popi so na Holland. Maar you popi in heel grond tapu. Maar nee, vertel me, mijn vriend, vertel me. Meneer Pirikan, wat ik niet hoor toch, meneer Pirikan, is... Ik vraag mezelf uit, hoe krijgen die buitenlandse posten hun geld, meneer Pirikan? Want ik vraag mezelf, als het zo moeilijk hier is om salarissen hier uit te betalen, dan hoe betaalt men die diplomatieke diensten? En meneer Pirikan, heeft het zoveel aan personeel te maken dat wij nieuwe mogelijkheden hebben om zo'n beetje de wereld te gaan bestrijken, meneer Pirikan? En ik hoop dat deze minister van Buitenlandse Zaken dat we hebben voor 10 diplomaten volgens mij geschikt is, meneer Pirikan. Dus we moeten hem uitbuiten en we moeten hem zo'n beetje ondersteunen, zodat we diplomatiek zo'n beetje beter naar buiten komen, meneer Pirikan. Want ik heb opgemerkt dat ik niet zoveel hoor van onze diplomatieke diensten, meneer Pirikan. En heeft het zin om zoveel mensen in dienst te hebben, gezien die diplomaten die we in het buitenland hebben en die afgevaardigden. En meneer Pirikan, is die of hebben die regering van Bouterse die building dat we in Parijs hebben verkocht? Ik weet niet, maar als ze zo'n beetje te koop stellen, hebben we ook zo'n beetje veel meer geld zo'n beetje in het laadje. Dat zijn mijn opmerkingen, meneer Pirikan. Okay, dank u wel. Kijk, de mensen die in de diplomatieke dienst werken, dat zijn gewoon ambtenaren. Maar in buitendienst. Die zijn gewoon ambtenaren in buitendienst. Het zijn geen speciale wezens. Hè? Het zijn ambtenaren in dienst van BUSA, maar ze worden buiten de grenzen uitgezonden. En in ruil daarvoor, voor hun dienst, want ze werken, houd dat vast, moeten ze betaald worden en ze krijgen dat uitgekeerd in vreemd geld, omdat in een ander land je niet met SRD kan betalen. En dat zorgt de staat er wel voor dat je goed kan eten, goed kan drinken en goed kan verblijven, om het werk op een optimale manier te doen. En zo hoort het ook. Of de mensen hun werk goed doen, dat laat ik ter beoordeling van de nieuwe minister, om dat te gaan beoordelen. Maar de diensten, kijk, wanneer je in de diplomatieke dienst nu bent, in de nieuwe diplomatieke tijdperk, je hebt verschillende fasen ervan gehad. Je hebt de fase waarvan het was wijn drinken, sigaren roken, babbelen houden, een pep talk houden en naar huis gaan. Dat waren de Koude Wereldoorlog tijden. Had je die diplomatie. Maar tegenwoordig is het business doen. Elke manier en elke vorm dat je praat in het buitenland. Daarom moet je mensen op de ambassades hebben. Die skills hebben van common sense hebben van zaken doen. Je moet mensen kunnen interesseren om te zeggen. Hey, kijk, je kan naar Suriname komen. We hebben dit te bieden. Ik kan alles voor je regelen. Ik kan ervoor zorgen als je in Suriname komt. We hebben een window hier. En als je naar die window gaat. Is alles daar voor je wat je kan informeren. Je moet mensen hebben die instinct hebben van business. En daarvoor zijn het speciale beestjes. Je kan niet getraind worden speciaal ervoor. Het kan, maar je moet het ook in je bloed hebben. Je moet het ook een beetje in je bloed hebben. Want je bent niets anders dan een salespersoon. Een salespersoon van je land. Dat ben je. Een salespersoon van je land naar buiten. En daarvoor heb je skills, mensen nodig. Ramdien gaat het ministerie ombouwen. Foreign Affairs blijft. Dat is de Engelse benaming van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar hij gaat erbij voegen international trade. Weet je wat international trade betekent? Dat is skill mensen voor nodig, brada. Daarvoor heb je aparte soort wezens voor nodig, international trade. Want dat betekent, je moet international business gaan doen. Isabsa met takkie, business. Met een grote B van business moet je gaan doen. Hij gaat het toch verder ombouwen tot international corporation. Dus er komen 3 vertakkingen in. En hij moet die 2 vertakkingen nog gaan maken.
En dat gaat die nieuwe BUSA worden. En daarvoor heb je aparte mensen nodig. En als je zegt van heb ik zoveel mensen nodig, het hangt ervan wat je wil gaan doen. Wat wil je gaan doen, wat wil je uiteindelijk als eindresultaat hebben van de mensen die je daar buiten hebt geplaatst. Wat is het resultaat? Sommige landen hebben niet speciaal een ministerie van een ambassade. Sommige landen hebben niet speciaal een ambassade in een land, omdat ze dat niet nodig hebben. Wat ze wel hebben in bepaalde landen, is dat ze gewoon een trade center hebben. Ze hebben een trade consulate. Ze hebben een consulaat dat business consulaat is. Only business. Maar het is geen ambassade. En die landen heb je. Dat ze in bepaalde grote steden, waar zaken gedaan kan worden, daar heb je het niet op ambassadeniveau, maar je hebt het wel op handelsniveau. Je hebt handelsconsulaten. En dan hebben ze het in grote steden als New York, je hebt het in München, je hebt het in Amsterdam, je gaat hem in Tokio hebben, je gaat hem in Geneva hebben, je gaat hem in São Paulo hebben. Dus het zijn geen ambassades, maar het zijn niks anders dan kleine, goed georganiseerde bureaus die niets anders doen dan zaken aantrekken voor het land. Dat is hun werk. Hun werk is niet om diplomatieke betrekkingen te doen van government to government, want dat is een aparte afdeling. Maar hun werk is, I need to get business for my country. Dus je hoeft niet altijd ambassades te hebben. Hè? Je hoeft niet altijd ambassades te hebben, want dat is een ander niveau. Maar je kan gewoon goede twee mensen, drie mensen hebben op kantoren. Het zijn letterlijk kantoren. Het zijn kantoren. En hun taak is trade, 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 trade. En landen als Taiwan, China, Amerika, ze hebben ze overal. Ze hebben niet overal ambassades. Die grote landen hebben natuurlijk overal, maar ze hebben ook in allerlei steden, kleinere steden, hebben ze trade consulaten, hebben ze handelsconsulaten. Dus wil je business doen, real business, you know, dan moeten we toch naar een ander model gaan. Is dat samen met Takitok. Maar hij weet het, ik geloof wel dat hij het weet, ik ken hem goed. Ik ken hem. Ik ken hem goed. En hij weet het, hij weet het. Maar de vraagstelling is alleen, en dat is die uitdaging voor hem. Hij kan het weten, maar heeft hij die mensen ervoor en kan hij die mensen voor vinden die datgene wat hij weet namens de president om uit te voeren? Want je kan veel weten, je wil veel doen, maar je hebt die mensen ervoor niet. Dan heb je ook weer een ander probleem. En dan kan je zeggen, ja, ik ga trainen, dat kan. Maar dat gaat weer even een poos duren om mensen in bepaalde sectoren, specifieke sectoren, te gaan trainen om te zeggen, jij gaat daar en dit is je werk en je flikt er geen anders uit en dit moet je gaan doen. Maar hij weet het wel. Hij weet het wel. U bent in de uitzending. Goedenavond, meneer Biergaan. Goedenavond. Nog gefeliciteerd met het behaalde succes van uw dochter. Ah, oké, okay. Dank u wel. Ik wilde over twee onderwerpen praten. Eén is dat het aanschaf van de voertuig door meneer Parmisser. Het is geen rocket science, zoals u dat verwoordt. Men moet gewoon naar een verzekeringsmaatschappij bellen en een tabel opvragen wat de afschrijvingswaarde is op jaarbasis. De verzekeringsmaatschappijen hebben dat. Moeilijk dan dat is het niet. En op basis daarvan zou men precies weten. En dan hoef je daarbij geen taxateur bij te halen. Want die mensen zijn daar expert voor. Ze zijn daarvoor opgeleid. En ze weten precies wat ze afschrijven en wat de taxatiewaarde is. Correct. Dat is één. De tweede punt waar ik het over wil hebben is dat zogenaamde, tussen aanhalingstekens, verduistering van aantal apparaten bij de overheid. Dingen zijn verdwenen. Men moet gewoon. In het ambtenarenpersoneelswetboek staat in artikel 69 en 69a de voorwaarden waarop je ambtenaren kan ontslaan. En dat is totaal daarin beschreven. De president zou middels een staatsbesluit dat kunnen bewerkstelligen. Dat mensen die eigenlijk niet houden aan de ambtelijke regelingen, dat op basis daarvan gewoon ontslagen zouden kunnen worden. En dan zou je zien hoe mensen eigenlijk eroverheen zouden vliegen om te zeggen van waar de dingen naartoe zijn gegaan. Want op het moment dat iemand in een squeeze komt, dan gaat hij wel praten, ja. Correct,
correct. Dank u wel voor uw geboden gelegenheid en fijne avond. Oké, dank u wel. En ook hartelijk bedankt voor de aanvulling. Ik hou ervan als ik leer van mensen. Dan krijg ik een tik. Kijk, deze man heeft artikel opgezond van, van het personeelswet. En laten we eerlijk zijn, ik ken niet alles. Ik weet wel dat het er is. Maar ik zou nog moeten gaan lezen en studeren erop om het te kunnen vinden. Toch? Maar er zijn mensen binnen de ambtenarij, geloof me. Er zijn mensen binnen die overheid. Goeie mensen die het kennen. Die gespecialiseerd zijn in bepaalde gebieden binnen die overheid. Mensen die gespecialiseerd zijn in het maken van beschikkingen. Mensen die gespecialiseerd zijn in het maken van resoluties. Mensen die gespecialiseerd zijn in het maken van raadsvoorstellen. Mensen die gespecialiseerd zijn in het interpreteren van wetsvoorstellen. Die mensen zijn er. Wat er moet gebeuren, geef die mensen die capaciteit hebben, want niet iedereen heeft ze. Geloof me, niet iedereen heeft ze. Geef die mensen de opportunity om hun skills te bewijzen. Hun skills te bewijzen. Dan ga je zien, ze gaan liften. Ze gaan zich goed voelen. Maar niet iedereen heeft skills. Kijk, bij wijze van spreken, ik weet ook niet alles. Als ik iets wil weten over bepaalde artikelen, wetsartikelen, geloof me, ik vraag ook mensen, hè. En ik vertel het aan u, omdat dan denkt u, nee, ik vraag het ook aan mensen. Ik bel mensen op die het weten. Als ik zaken wil weten over het wetboek van strafrecht, ik heb mensen. Ik bel die mensen, zodat ik u ook de juiste informatie kan geven. Want soms weet je veel, maar geloof me, je weet ook niet alles. En dan moet je mensen vragen die het wel weten. En die het soms ook beter weten op hun vakgebied. En we moeten ons niet schamen om te vragen. Want we zien toch, hey God, als ik vraag, wat gaat die denken? Of wat gaat ze denken? Dat ik dom ben, no? Dat ik dom ben, no? Ja, hoe meer je vraagt, hoe meer je leert. Hoe meer je vraagt, hoe meer je gaat leren. En er zijn mensen. En ik ga ervoor blijven pleiten binnen die overheid. Identificeer op die departementen geen loyalisten. Ik heb niks aan loyalisten. Identificeer echte ambtenaren die de skills hebben in hun desbetreffende vakgebied, departement, wat ze doen. Lift ze en train ze verder. En die mensen gaan dan een heel goed gevoel krijgen. Ik denk, lolly. Nou, maar dan staat niks, omdat we maar pot aan maand drapen. Nou, maar dan staat niks, want die gaat weer het aan iemand anders vragen, omdat hij daar zelf niks weet. En er zijn mensen. Hoeveel er zijn, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat ze er zijn. En dan moeten we moeten die mensen een goed gevoel geven. Hé, jij kent het, jij weet het, leer me, vertel me, bescherm me. Bescherm mij in dat systeem dat ik geen fouten maak. Bescherm mij dat ik geen fouten maak. En dan ga je ze wel vinden, want ze zijn er wel. U bent in de uitzending, goedenavond. Meneer Harry. Goedenavond. Mevrouw Monique. Ja, mevrouw. Ik had een vraagje voor u. Ja, mevrouw. Mag een secretaresse van de minister een dienstvoertuig in bezit hebben? Nee. Want de outgoing minister heeft sinds 2018 zijn secretaresse een dienstvoertuig gegeven. Mag dat wel? Dat was oké, dank u wel. Kijk, zover ik weet, secretaris is geen recht op dienstvoertuigen. Daar hebben ze geen recht. Mensen die recht hebben op een voertuig binnen een bepaalde discipline zijn de directeuren en de onderdirecteuren. Maar secretaris is nee. Maar het kan zijn dat die minister heeft gebruik gemaakt of misbruik gemaakt van iets dat niet mag. Want die secretaresse moet gewoon met de bus komen als ze geen auto heeft. Begrijp je? Als ze geen auto heeft. Maar ja, sommige mensen hebben zoveel eigen regelingen gemaakt. En mensen zijn dan vanwege het feit dat ze angstig zijn binnen die ambtenarij. Hebben we door de jaren heen, ik zou niet zeggen 10 jaar, misschien langere jaren, hebben we veel zaken gedoogd in die ambtenarenapparaat. Dat we allemaal in zo'n weerwaar terecht zijn gekomen, dat we niet meer weten wat mogen we wel en wat mogen we eigenlijk niet. Dus dit is een uitdaging. Chan heeft een uitdaging. En het gaat een paar jaar duren hoor. Dames en heren, het gaat een paar jaar duren om alles
institutioneel, want dit gaat om institutionele versterking en om institutionele ordening, gaat het een paar jaar duren. Gaat niet morgenochtend gebeuren. U bent in de uitzending, goedenavond. Haha, Isabel. Migado. Dag, goede schat. Waar mijn bracht aan mijn bossie? Covid-stijl. Nee, jullie aan meneer Center. Hè? Ik heb een beetje laat aangemaakt, toch? Oh. Dus, maar ik ben bigi, want misschien ben je bracht aan dochter zo. Ja, toch, je herinnert mijn dochter aan een diploma, mijn diploma. Je nog begreep. Ik ben er dicht bij haar, hè? Ja. Want zij heeft die uitdaging aangenomen. Ja, precies, dus dat. Oké. Ai. Maar ben lekker toch? Ik ben belbelly, dus ik ben lekker. Ja. Maar... Dus ik heb zorgen nodig of ze echt uit jou is gekomen. Jereno. Want je durft toch? Je takkie toch? Jereno. Moende, of akong, in een live story. Maar sorry, want bewijs. Ai. Nee, want bewijs, maar sorry. Okay. Dat het mijn dochter is. Oké. Want hier en dan, want ze zeggen altijd... Oké. De moeder weet het, de vader hoopt, hè? Ik wil wat zeggen, maar ik ga het weer slikken. Oké. Maar ik kan bewijs. Maar sorry, moeder. Moeder in Luku, maar sorry. Ja, hè? Volg me. Abung. Ik ben benieuwd. Oké, okay, ik ook. Maar hier zijn ik me bel. Mm-hmm. Ik heb de rest van mijn lobbying, maar ik moet straks aan de tap niet aan. Want je elektriciteit, want dame belt ze net en hij tak over tak de privileges, zodat de mensen die er niet meer zijn, dat ze mogen genieten, nog steeds mogen genieten, een aantal maanden, toch? Maar hier dan ben ik klaar, ik heb mijn bekies mijn pensioen, toch? Ja. En thans heb ik het gehad, toch? Maar het is zo dat wij met die COVID-situatie, ik weet niet of iemand al gebeld heeft, of daarvoor, want ik heb tegen 9 uur aangemaakt, 10:09. En bij de COVID-situatie heeft de regering, de ambtenaren en de gepensioneerden een COVID-steun gegeven. Waaronder een lump sum bij de pensioen van 500. En een AOV, krijg je dubbel. De laatste 6 maanden die zouden komen, zolang er COVID was, zouden we dan die dubbele AOV krijgen. Dus ik wil weten wat nu, want men zegt, de regering is weg, maar ze gaan nog 6 maanden de privileges genieten. Maar wij nu, die dan de lump sum waarvoor getekend is, en die AOV, toch, dat ook getekend is, mag men het dan zomaar weghalen? We hebben het dit keer niet gezien. Dus dat vraag ik mezelf uit, want als de mensen dat hebben getekend en wij daar recht op maken, dan merk ik dat we dit keer niet hebben gehad. Dus waar zit het eigenlijk? Want is het, mag dat? Daarmee die vraag zit ik. Mag dat? Dus, kijk, wanneer er een overeenkomst is getekend, en maakt niet uit welke overheid het heeft getekend, het maakt niet uit welke, het blijft een overeenkomst, hè? Ja. Hallo? Ja, dat alleen kan ik je voorlopig zeggen. Ja, dus dan mag het niet, toch? Nee, het blijft een overeenkomst. Het maakt niet uit... Het is duidelijk taal. Ja. Dus je mag me dan dat niet onnemen, want je komt dan aan mijn privileges, want ik bereken mezelf al, Udena Libikba. Dus maak berekenen is geen ontvangst. Kijk, het is al moeilijk in het land genoeg, maar daaraan moet je niet komen, vind ik. Dus dat wil ik even met de mega duidelijk zeggen, ja, ik moet die mensen, maar het is een overeenkomst. Ja. Dus dat wil ik even, maar dat ik er recht op heb en dat men me geeft. Correct. Dag, Migudu. Oké, dank. Maar je lobby, want je brazen en maandag mijn volg je. Maar look hoe ik het naar jou. Oké. Maar brazen. Maar bewezen. Wacht die. Oké. Kijk, wat ik begrijp, dames en heren, is dat
Er was een COVID-fonds van 400 miljoen SRD. En uit die 400 miljoen moest men een aantal zaken doen ten behoeve van de natie, ten behoeve van de bevolking. Het is ter bestrijding van COVID. Mensen voorzien van uitkeringen, mensen voorzien van extra uitkeringen. Maar wat ik begrijp, dat er van die 400 miljoen maar 100 miljoen over is. En als je zegt, is 100 miljoen veel? Dan ga ik je zeggen, het is heel veel geld voor mensen, maar voor een land is 100 miljoen SRD om die diensten te verzorgen in COVID-19 tijd is niet veel. Dus amoni no de. Dat is een probleem. Amoni no de. Dus asparpot ko smara, want de 300 miljoen de, het is her en der besteed. Men gaat nou straks nog moeten onderzoeken of die 300 miljoen correct besteed is geworden, want dat moet je ook kunnen weten. Het kan zijn dat een groot deel correct besteed is, het kan zijn dat een deel minder goed besteed is, maar er is maar 100 miljoen over. En om al die mensen te voorzien van al die beloftes die geen gedaan en die spaarpot is, die spaarvarken is mager geworden, dan heeft Santokki, wat ik al zei, een ruïne geërfd. Hij heeft niet een economisch kapot land geërfd, dames en heren, maar een ruïne geërfd. En dan hebben ze moeite, maar ik begrijp dat ze het gaan doen. Ze gaan het doen, want lonen moeten betaald worden eind van de maand. Lantimang moest kiezen money, maar lantimang, nee, had de ede voor payoff en amoni. Want amatak dat na, you had ede, anomi had ede. Mi roko, mi wan mi blad. Logisch denken, geen probleem, toch? En dan moet er dit van de maand nog vakantiegeld komen, on top of de lonen. Dus dat betekent zo'n stapel lonen en nog zo'n stapeltje vakantiegeld, dat wordt dan zo'n stapeltje. Maar ik begrijp dat ze praten met instituten om aan dat geld te komen, want eerder nog abangi ligi. Nema bos abangi. Dus ik denk nog, na lik ilip moni, die van famiri of van mati, die tak, lieve schat, ik vertrouw je zoveel. Ik vertrouw je echt. Luko no, melibwa fifi dusu gija, on fifi dusu, ki breng gimi, want te mi kon, dan moko teka moni na you baka. Maar omdat me love you en me vertrouw you. Omdat ik gwe. Maar dat je komt bakken, dat hij komt bakken. Hij dacht, hallo, ik ben terug. Tok, 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 ik ben terug. Mag ik mijn 5000 hebben die ik voor je had gelaten? Daar moet ik mijn bos aan money. Dat kreeg je. Ja. Zuurstoftekort plotseling. Want, je hebt mijn money van nu en mijn money nog de. Dat ga je doen. Zo moet je de situatie vertalen. Dus ze hebben een enorme taak. Want de mensen van de RGD, regionale gezondheidsdienst, hebben vandaag ook een brief gehad. Ze hebben vandaag ook een brief gehad dat RGD ook geen geld heeft. RGD nam ook niet toe. We hebben onvoldoende financiële middelen om mogelijk eind van de maand je salaris te betalen en je vakantiegeld te betalen. Jereno Santokki, oh, hij gaat het doen. Ik weet het. Ik weet het. Weet je waarom ik zeg ik weet het? Ik praat met hem. Hij weet goede bedoelingen. Maar hij moet vaker tot me praten. Maar Epi, maar look, interview tori, mi nou aan doen, mi aan doen tratori. Mi aan los dat probleem op. Want dat probleem biggie, maar al los op. Maar de enige manier hoe je deze dingen kan oplossen, hij gaat het niet alleen kunnen doen. Santokki ano gado. No. Hij gaat vertrouwen moeten hebben van die bevolking. En hoe kan hij vertrouwen krijgen? Je moet rechtvaardig zijn tegen die natie. Dat zeg ik altijd. Wees rechtvaardig tegen je mensen, tegen je burger. En die burger gaat je geloven. Als die burger ook ziet die uitstraling van jou naar de burgerij met je team, dat je rechtvaardigheid uitstraalt, dan gaan mensen begrip hebben.
Daar begint het mee. Daar begint de standaardisering mee. En alles de rest komt erna. Maar je moet die standaard van dag 1 zetten. Daar moet je die standaard zetten. Jongens, moet ik eruit? Oh, ik moet een reclamebreak nemen. Oké, dan ga ik een reclamebreak nemen. Ben ik straks weer terug. Dames en heren, welkom terug tot gisteren, vandaag en morgen. Rashid Vierkans, Kala Djorkal. Dit is de aflevering voor woensdag 22 juli 2020. Mijn naam is Farid Pierkan en ik presenteer u deze uitzending. De overheidsambtenaren hoeven zich geen zorgen te maken. De salarissen voor deze maand met jullie vakantiegeld, die zijn gegarandeerd. Cool. The first month of Santoki. Cool. Je salaris voor deze maand is gegarandeerd met je vakantiegeld. Dat kan ik u meegeven. En dan moet u nagaan, apatulegi en toch ikisimoni. Dat betekent dat mensen in zijn systeem gewerkt hebben. En dan zijn ze pas formeel afgelopen donderdag aangetreden. Houd dat vast. En hebben ze het snel geflikt met de financiële instellingen om ervoor zorg te dragen dat je salaris en je vakantiegeld over jullie gegarandeerd is. Dat is wel goed nieuws voor die overheidsambtenaren. Die overheidsambtenaren krijgen altijd hun geld. Of ze nou werken of ze niet werken. Moeilijker is het voor een particulier bedrijf. Nog moeilijker is het voor mij. Want minokan qua centrale bank. Particuliere bedrijven hebben het 10 keren moeilijker dan die staat. Maar ik kom straks daarop terug. U bent in de uitzending. Goedenavond, meneer Gaan. Goedenavond. Voor de hele avond is er geen beter nieuws geweest dan voor de ambtenaren. Het is een hele geruststelling. Want dat heeft veel voeten in de aarde gekost, hoor. Om dat te bereiken. Maar goed, dat wil ik even meegeven. Volgende. Wie heeft de eindverantwoordelijkheid over het personeel van het kabinet van de president? Dat is één. Ten tweede, ik weet wel dat de president in de congreshal, waar hij het totale personeel van het kabinet van de president op bezoek had, daar een waarschuwend geluid heeft laten uitgaan naar die mensen, dat zij die spullen die daar zijn weggemoffeld, dat ze het rustig terugbrengen en hem niet in een positie brengt om maatregelen te treffen. Dus dat is een waarschuwing. Dus ik ben er een maand snel, ik ben er niet aan die potbakka. Anders dat personeelswet kan worden toegepast. Dat wil ik even meegeven. Ik weet niet wie die eindverantwoordelijk is van het totale personeel. Okay. Ik meen dat de directeur van het kabinet moet zijn. Oké, dank u wel. De directeur van het kabinet is de verantwoordelijke voor de administratie van het kabinet, inclusief het personeel. Dus de directeur van het kabinet dient te weten van reilen en zeilen van de leden onder hem. Want dat is een onderdeel van zijn werk. Maar die president gaat zich niet bezighouden met bootjes en moertjes. Dat is de directeur zijn werk. En die moet dan die verantwoording ook kunnen afleggen. Van als er iets mogelijk verkeerd is gebeurd binnen het kabinet. Gezien het feit dat we hebben gemerkt wat er afgelopen jaren is gebeurd. En wat Santokki is overgenomen. Ben ik de mening toegedaan. Ik ben de mening toegedaan. Dat mensen die gaan werken op het kabinet van de president op contract genomen moeten worden.
op contract genomen moeten worden bij het uitzondering van geselecteerde mensen die men wenst te hebben als te zijn ambtenaren. Alle overigen moeten op contract genomen worden, zodat wanneer die president aftreedt en er mocht een ander komen, dat die niet opgescheept zit met mensen die hij niet wenst. Want nu zit Satoki opgescheept met mogelijk een deel, ik zou niet zeggen allemaal, mogelijk een deel van de mensen waar hij zegt, ja, maar die moet ik niet hebben. Maar wat moet ik ermee? Dus ik zeg, maar ja, die overheid is zo, men maakt het zo ingewikkeld dat je soms niet ervan af kan. Ze moeten op contract komen en hun periode van hun contract loopt af, gezamenlijk met de periode van die president. Gezamenlijk met de periode van die president, zodat whoever comes in, en mocht het toevallig dezelfde zijn, die nog een termijn gaat, dat kan niet altijd verlengen, maar whoever comes in, dat je die niet laat met mensen en systemen die een nieuwe niet wil. U bent in de uitzending. Ja, goedenavond, meneer Pirkan. Goedenavond. En, ik ben blij dat u dat alles naar voren gebracht heeft. En een complimentje daarvoor. Want ik ben al een gepensionaire, dus ik ben niet erbij. Maar ja, ik heb het over die pensioenen. Oké, maar laat dat. Ik heb iets anders om te vertellen. Hetgeen dat ik wil vertellen is dit. Hoe staat, als ik per ongeluk iets van meneer Pirkan stuk gemaakt heb, dan word ik gelijk opgepakt en ik moet het in orde maken. Maar hetgeen waarover ik het wil hebben, hoe staat het met die Carolina Brug? Want het is al een hele tijd dat die Carolina Brug een stuk gemaakt is en ik heb nooit meer iets daarvan gehoord. En daarom zei ik het toch, deze regering heeft wel veel werk om bepaalde dingen te doen. Want ik zeg het elke dag, als jij een grote magnaat bent, een grote ondernemer bent, je hebt dit, je hebt dat, je hebt zo, je sponsort regering zo, je hebt die brug stuk gemaakt. Dan moet je het in orde maken, als ik me niet vergis. Meneer Pirkan, ik luister verder. Alvast bedankt. Oké, dank u wel. Ja, dank u wel. Dat is het oud verhaal van die Carolina-brug die in aanbouw was, die aangevaren is geworden door een boot. Ik weet niet in hoeverre, ik moet dat even natrekken, want het is ook al pakweg 10 jaar geleden, in hoeverre die overheid van toen geprocedeerd heeft tegen de eigenaar van die desbetreffende boot. Dus ik weet niet of er een proces aanhangig is gemaakt, want dat is 10 jaar geleden. In een normale fase, normaal denken, zou er een proces aanhangig moeten zijn gemaakt. Dus ik moet dat even natrekken of dat is gebeurd of niet. En uiteraard gaat de boothouder, de eigenaar van die boot, gaat natuurlijk zeggen, het is niet mijn schuld, dat is dan normaal. Maar als je procedeert, zou het een civiele proces worden, whatever, maar dat moet het bij de rechter zijn. Dus ik weet niet in hoeverre de staat inderdaad een zaak aanhangig had gemaakt, dat weet ik niet. Dus dat moet ik even gaan natrekken. U moet weten dat de eerste maanden, en dan gaat u het niet leuk vinden, en dat begrijp ik u ook, vooral mensen die geen veerkracht hebben, echt waar. Arme mensen hebben geen veerkracht. De malas alasan, de malassi. En het wordt lastig om die mensen te vragen, heb begrip. Dan moet ik zeggen, je louda je de jong, dribi je jong, je maakt begrip. Dan moet ik lekkie, mi gotro broko, mi na bus money, mi no man yang. Normale menselijke reactie. Maar wat er wel moet gebeuren, en dat heeft deze regering wel in planning, er komt een sociaal vangnet. En wat wordt verstaan door een vangnet? Dat al die mensen die geen veerkracht hebben, en dat zijn nou een heleboel geworden, want er was altijd een marge in onze samenleving, altijd, met of zonder boterse, was er een marge dat je kan zeggen in de categorie van geen veerkracht. Maar die marge, die groep is groter geworden door een economische downfall. En nog met COVID-19 is die groep groter geworden. Dus er moet een sociaal vangnet komen om ervoor te zorgen dat die mensen de minimale voorzieningen hebben dat ze door kunnen met hun leven. Wat er ook wel moet gebeuren met die sociaal vangnet, het moet een verdomd goede administratie hebben dat men niet kan frauderen in dat systeem. Dat mensen iets krijgen die het niet nodig hebben. Dus de administratie moet van dien aard ook zijn
dat je waterdicht moet kunnen spijkeren en dat je weinig mazen erin moet kunnen hebben dat mensen misbruik van kunnen maken. Maar ik begrijp dat er ook een sociaal vangnet gaat komen. Dat begrijp ik. Wanneer weet ik niet. Maar ik begrijp dat het wel komt. U bent in de uitzending. Goedenavond. Hallo? Ja, goedenavond. Hi, ben ik in het gesprek met meneer Pirkan? Jawel, gaat u gang. Oké, meneer Pirkan. Ik heb 30 jaar gewoond, hè. Waar? In Nederland. Oké. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar mijn rijbewijs, die vervallingsdatum was... Ja. Maar nou zie ik dat er mensen daar zijn... Uit Azië, hè? Een grote land, het grootste land van Azië. Ze zitten daar te slapen, ja? Dan krijgen ze hun rijbewijs. Ze kunnen niet eens Nederlands spreken en schrijven. Dat bedoel ik. En ik hoop dat meneer, onze president, Santokhi, daar wat aan gaat doen. Oké, ja. Is goed. Dank u wel. Oké. Ik heb hem begrepen. Kijk. Wat die meneer aanhaalt, komt erop eigenlijk neer, zover het waar is, dat die instituten van ons land zo verzwakt zijn dat die instituten versterkt moeten worden. En dat wil men ook gaan doen in de eerste 9 maanden. Hè? Men heeft een 9 maanden traject uitgezet, waar men een aantal zaken in de eerste 9 maanden moet gaan doen. Want kijk, het overheidsapparaat heeft verdomd goede mensen. Ik ga nooit slecht praten van ambtenaren. Maar je hebt ook mensen in dat systeem die gewoon niet deugen. Let's be serious. Die gewoon niet deugen. We hebben ook gezien dat die 10 jaren er geen geld in die instituten zijn gezet om die mensen te blijven trainen. Want het is een ongoing proces. Je kan niet stoppen met het trainen van mensen binnen de ambtenarij. Dus waardoor die trainingen zijn weggevallen. Dat betekent dat het systeem klapt daar ook automatisch in elkaar. Je krijgt een verzwakking van dat systeem. Je krijgt gebrek aan de dienstverlening in dat systeem. Dus er gaat geld gepompt moeten worden. Er gaan mensen ingehuurd moeten worden. Er gaan mensen uit het buitenland zelf gebracht moeten worden. Want we weten ook niet alles en we moeten ons niet schamen als we ook hulp vragen van het buitenland. Om al deze instituten binnen alle niveaus waar die manco's er zijn, dat die ambtenaar weer die upgrading krijgt, die skills krijgt. Die skills krijgt om te zeggen, ik ben een goede government worker. I'm proud to be a government worker. I'm proud to be working for the government. Die mensen moeten getraind. En dat moeten ze ook gaan doen. En dat noemen ze versterking van de instituten. En wanneer je een goede, beter instituten krijgt, dan krijg je een beter land. Je krijgt een betere dienstverlening. Je krijgt minder mensen die klagen. Je gaat altijd hebben, maar je gaat veel minder krijgen die klagen. En veel mensen gaan dan ook gelukkiger zijn met het apparaat. U bent in uitzending. Goedenavond. U bent in uitzending. Ja, goedenavond meneer Pirkan. Goedenavond. Meneer Pirkan, ik wil even wat vragen hoor. Ik heb net, vanmorgen, heb ik via de media vernomen dat de verzekeringsmaatschappij alle premies verdubbeld heeft. Bijna verdubbeld heeft. Want mijn auto is P3, ik betaal 592 en plotseling moet ik 1015 gaan betalen, zie ik net. Kan dat zomaar? Moet het niet eerst met de regering besproken worden en dan de verhoging doorgevoerd worden? Hoe geschieden al die dingen, die verhogingen en zo? Kunt u dat even een beetje uitleggen? Dank u wel, meneer Pirkan. Oké, dank u wel. Ik heb het ook begrepen van die WAM-verzekering. U hebt het over de WAM-verzekering, de wettelijke aansprakelijkheid, waarbij u verplicht bent om uw voertuig te verzekeren als u op de openbare weg komt. En dat is de minimale verzekering. Ik moet dat even natrekken of men dat echt eigendunkelijk mag gaan doen, hè? Want wat we nu toevallig hebben, en dat is pas 4 dagen, de minister van Financiën is bij uitstek een verzekeringsexpert. Meneer Achai Barsing heeft jaren gewerkt voor een grote verzekeringsmaatschappij in ons land. Dus geeft hij me wat zuurstof, zodat ik u zaterdag een goed antwoord kan geven. Of men het eigendunkelijk mag gaan doen. Maar men gaat er hoogwaarschijnlijk gevoelig van uit. Hé, jongens. Al die onderdelen die mensen kopen bij eventuele schade, al die onderdelen komen uit het buitenland. Want niets wordt hier lokaal gemaakt. Die bumpers, die zijspiegels, die bodypaint, whatever,
komen uit het buitenland. En al die buitenlandse componenten, die zijn duurder geworden door die koersontwikkeling. En dan zegt die verzekeringsmaatschappij hoogwaarschijnlijk, ja, maar ik kan mijn kosten niet meer dekken, want ik moet die man ook meer betalen voor zijn schade dan wat hij meebetaalt. Maar uw vraagstelling, kan men het eigendunkelijk doen? Dat is uw vraag en dat ga ik even natrekken voor u. U bent in de uitzending. Goedenavond. Dag meneer Pierkan, met Sofia. Hey Sofia, ik heb je gemist. Ik hoor u heel erg ver hoor. En ik heb een hele zwakke batterij. Dus ik ga heel snel praten. Oké, praat. Weet u waar meneer Hoefdraad is? Want ik heb begrepen op het nieuws dat hij niet bereikbaar was om een brief van de deurwaarder af te geven voor een uitreisverbod. Het volgende, dus die vraag mag u later beantwoorden hoor. Mm-hmm. Het volgende wat me dus mateloos irriteert, is dat de mensen die dit land kapot gemaakt hebben, nu komen vertellen dat ze kritisch gaan begeleiden. Weet je, dan vraag ik me af op welke planeet deze mensen zitten. Hebben ze nou echt het idee gehad dat ze goed bezig zijn geweest? Kijken ze niet om zich heen? De salarissen konden niet betaald worden, maar hun salarissen wel. Ja toch? Elke maand was er een groepering die moest bedelen voor hun geld. Als het niet de boothouders waren, waren het de bushouders. Dan was het weer de zorg. Dan was het weer een andere groep. Dan was het weer kinderbijslag. Dan was het weer de senioren. Deze mensen zijn gekomen om het land en het volk bewust kapot te maken. Dan ga je me nu vertellen dat je deze mensen die nu komen zitten, dat je ze kritisch gaat begeleiden? Nou, ik wil bepaalde dingen zeggen, meneer Pierkan, maar dat ga ik niet doen omdat ik een beschaafd mens ben. Maar dat kan toch niet? Hun salarissen zijn gewoon altijd betaald, toch? Of hebben hun ook moeten bedelen? Nee, toch? Ik word er een beetje misselijk van, hoor, meneer Pierkan. Ah, boem, fijne avond. Doei, doei. Oké, ten aanzien van meneer Hoefdraad is dat de procureur-generaal onder leiding van Roy Bajnaad Pandey, die heeft een nieuw verzoek ingediend bij de Nationale Assemblée om de gewezen minister Gilmer Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen. U weet dat zijn eerste verzoek tijdens het vorig parlement werd afgewezen. En nu heeft hij weer de mogelijkheid om een nieuw verzoek in te dienen en dat heeft hij gedaan. Weliswaar moet hij een andere invalshoek gaan gebruiken, want je kan niet op basis van dezelfde feiten het verzoek nog een keer herhalen. Dat kan niet. Dus mogelijk heeft hij een andere invalshoek gebruikt en gevonden. En die invalshoek heeft hij hoogwaarschijnlijk gevonden bij die mevrouw van de centrale bank die laatst gearresteerd is geworden en nu ook behoort tot de groep van medeverdachten. En van daaruit heeft hij hoogwaarschijnlijk een nieuwe invalshoek gevonden om te zeggen, ik ga het opnieuw indienen. Dus hij heeft het opnieuw gedeponeerd bij de Nationale Assemblée. Tegelijkertijd, wat ik begrijp, heeft hij een uitreisverbod uitgevaardigd tegen Gilmer Hoefdraad. Wat houdt een uitreisverbod in? Dat betekent, u mag het land niet verlaten. U bent geen arrestant, u bent geen verdachte, maar u mag het land niet verlaten. Dus je mag naar een restaurant gaan, je mag gaan huppelen, alles mag, maar je mag niet buiten de grenzen gaan. En om zo'n brief van de PG in ontvangst te nemen, daarvoor wordt een deurwaarder ingehuurd. Een deurwaarder. Die zijn beëdigde mensen. Die zijn beëdigd om te zeggen, ik breng een post als beëdigd ambtenaar. Je moet hem zien als een postbode. Ik wil ze geen postbode noemen, anders worden ze straks boos. Nee, maar ik wil het een beetje makkelijk vertellen. Maar ze zijn bevoegd en beëdigd dat ze die brief aan jou hebben overhandigd. Dan kan, als je het hebt gehad, dan is het officieel. Maar jij kan ook vaak, en dat doen mensen ook, ze ontwijken de deurwaarder, waardoor ze die deurwaarder, als die deurwaarder ze niet kan vinden, kan hij die brief ook niet overhandigen. Want die deurwaarder moet het persoonlijk overhandigen. Hè? Persoonlijk, één op één. Hij mag het niet in de brievenbus zetten. Hallo, ik heb het in je brievenbus gezet. Nee, dat werkt niet zo. Maar dan moet die deurwaarder zo'n persoon eerst kunnen vinden. Maar als die persoon niet te vinden is, omdat als dat deurwaarder belt, dan moet ik dat deurwaarder nog bellen die, dan mag ik. Maar die deurwaarder heeft ook een traject om een aantal keren te komen. Hoeveel keer het is, precies is, weet ik niet. Maar die heeft een aantal dagen om jou op te sporen. Mocht die deurwaarder jou niet
vinden, want ik kan dok en de deur waren ook om. Er liep je moest doen look of you. Dan wordt zo'n brief formeel gedeponeerd op kantoor van het Openbaar Ministerie. Bam, dan is de deurwaarder klaar. Ligt het aan jou om het te gaan halen. Het ligt niet meer aan die deurwaarder. Het ligt aan jou om die brief die ter kennisgeving is, gedeponeerd voor jou bij het Openbaar Ministerie of bij het Hof, hou me dat ten goede, maar bij een van de officiële rechtelijke instituten wordt het gedeponeerd. Dan ligt het aan jou nu, want die deurwaarder is klaar. Amano, dan bakken jullie hier die pleegcommunicator. No. Oké. En dan gaat die stap verder. Mocht je het niet ophalen, dan gaan ze je komen halen. Oké. Dus dat is één. Twee. Mocht zo iemand die, waarvan een bevel is uitgevaardigd dat je het land niet mag verlaten, en je verlaat het land toch, en niemand weet dat je er bent, omdat ze je gewoon niet kunnen vinden. Je bent ergens in Beirut of je bent ergens in Kinshasa of in Mambé, somewhere in the world. En je wordt later definitief aangemerkt als te zijn een verdachte. Dat moet later gebeuren. En je bent een verdachte. En je bent niet te vinden op het Surinaams territorium. Dan gaat men een internationaal opsporingsbevel uitvaardigen. Een internationaal opsporingsbevel. En dat gaat dan gebeuren via Interpol. Interpol is de internationale politie die in Parijs zetelt. Daar gaat er een briefje gedeponeerd worden. Als je zo iemand ziet ergens in de wereld, somewhere in the world, en de politie in de wereld identificeert die man of somebody in the world, moeten ze hem direct arresteren. Direct arresteren waar je er ook bent. En alle landen, alle politieapparaten, politieeenheden zijn lid van Interpol. Dus ons land is ook lid van Interpol. Er wordt zo iemand gearresteerd in Moskou, bij wijze van spreken. Dan zijn er procedures waarbij die persoon wordt uitgeleverd aan het land dat het verzoek heeft ingediend. In dit geval Suriname, dan wordt die uitgeleverd. En worden procedures van vervolging verder ingesteld. Dat zijn de regels. Dat zijn de regels voor iemand die gezocht gaat worden, hoogwaarschijnlijk in de toekomst. Dus dan weet u dat ook. Maar goed, ik denk dat ik het heb gehad voor deze aflevering van Rashid Pirkan's Kalajorkel. Ik wens u een fijne voortzetting van deze woensdagavond. En ja, ik weet niet wat u gaat doen nog voor de rest van de avond. Het is ook al voor sommige mensen ook al een beetje laat hoogwaarschijnlijk. Sommige mensen slapen ook vroeg. Je hebt geen mensen die laat slapen, maar je hebt ook mensen die wel iets vroeg slapen. Maar mocht u nog wakker blijven, wens ik een plezierige avond verder. En inshallah, dan ben ik er weer zaterdag met een nieuwe aflevering van Rashid Pirkan's Kalajorkal. Ik groet u, ram, namaskar, goede havis, salam alaikum, dit was Farid Pirkan voor Rashid Pirkan's Kalajorkal. Dag.